Dit filmpje gaat over de middellootlijn met passer. Wat een middellootlijn is en hoe je met een geodriehoek tekent, dan moet je voor het andere filmpje kijken. Dit is een beetje plusmateriaal, zou je kunnen zeggen. Nou, hoe teken je nu met de passer? Ik heb jullie in het begin dit plaatje laten zien. En wat ik jullie nu eigenlijk wil laten zien, nou, de lijn moet dwars door het midden gaan en loodrecht erop. En wat je misschien ziet is dat, en ik weet niet of jullie dat zien, hoor, dat kan ik niet goed inschatten, maar ik denk het wel, dat dit een driehoek is. Met deze zijde even lang. En deze ook dus even lang. Dit is eigenlijk de symmetrieas van die gelijkbenige driehoek. Ik noem die gelijkbenige driehoek, hè? De benen zijn even lang. Wat je dus eigenlijk moet gaan doen, je kunt hier dus eigenlijk, als je zo een lijnstuk AB hebt, en je wilt daar een lijn dwars door het midden en loodrecht op tekenen, dan maak je dus eigenlijk een driehoek ABC. En dan is de lijn van C naar beneden, dat noem je ook wel de hoogtelijn, maar dat hoef je nog niet te weten. Deze lijn, dat is dan ook de middenloodlijn van AB. Interessant, hè? Dus hoe doe je dat nu? Nou, wat je dan doet, je kunt dus zeggen, je kunt ook dit punt vinden en de middenloodlijn door je passer te gebruiken. Door aan deze kant van AB een driehoek te tekenen, aan deze kant een gelijkbenige driehoek, met allemaal dezelfde zijden, zeg maar. En dan hier in het midden, daar loopt de middenloodlijn. Nou, als je niet snapt waarom, dan kun je altijd nog snappen, de stappen onthouden. Wat je moet doen om de middenloodlijn te tekenen. Ik ga het nu laten zien aan de hand van dit plaatje. Ik heb hem ook klaarstaan zonder die middenloodlijn, maar ik ga het laten zien, espresso, zodat jullie zien dat het echt zo werkt. Dus normaal gaat hem juist die lijn vinden, maar ik ga nu, je moet die rode lijn even wegdenken en dan ga ik zo laten zien dat het echt klopt wat we doen. Nou, als je een gelijkbenige driehoek hebt, dan moet je het zo zien. Oh, wacht even, ik moet even een plaatje, een klein stukje opschuiven. Dan heb je een bepaalde zijde en die zijde, oh, dat is niet handig. Er staat niet op pen. En dan staat wit. Oh, dat is niet handig. Zo. Dan moet je het zo zien. Dan mocht je altijd zo een cirkel tekenen. En dan mocht je hem aan de andere kant doen. En dan de lengte pakken van de andere zijde van de driehoek. Maar ja, die is even groot. Kijk, zo zie je dat ik niet helemaal precies teken. Nou, en als je dit nu ook doet aan de andere kant. Dus als je de cirkel door laat gaan. Dat is eigenlijk wat je doet. En je doet dit ook hier aan de andere kant. Dus eigenlijk laat de cirkel doorgaan. Dan loopt tussen die twee punten loopt een lijn. En die lijn is de middenloodlijn. Nou, dit is een beetje waar het vandaan komt en hoe je het moet doen. Wat is nu het stappenplan? Het stappenplan is als volgt. Ja, dit is het filmpje, dus ik kan weg. Zo, het stappenplan is als volgt. Je pakt gewoon iets tussen je passer. Maakt niet eens uit hoeveel. Ik zal iets ruimer nemen. Zo. Dan teken je een cirkel bij A. Je verzet je passer. Dus dit is het stappenplan, hè. Je verzet je passer. Ik wil hem even draaien. Oh, hij doet niet wat ik wil. Ja. Nee, dat doet me. Weet je wat? Ik pak gewoon een nieuwe passer. Dat is het fijne, hè. Hoppatee. Even een nieuwe passer erbij. Want je doet het aan de ene kant. En dan pak je aan de, oh ja, dat schiet natuurlijk niet op zin. Dan pak je aan de andere kant exact net zoveel tussen je passerpunt. Kijk, je pakt precies hetzelfde. Dus eigenlijk hoef je je straal niet te veranderen. Dus je tekent deze cirkel, die teken je. En als je die gedaan hebt, doe je exact hetzelfde, niks tussen je passerpunt veranderen. Je zet hem op B. En daar teken je, dat heb ik weer gedoe, zo. Daar teken je exact dezelfde cirkel. En wat is dan de middenloodlijn? En waarom, als je dat niet snapt, geeft helemaal niets. Dat je dit kunt, is al extra. En dan de lijn tussen deze twee punten, dat is de middenloodlijn. En dan moet je dus een hoekje tekenen en even aangeven dat die zijden even groot zijn. Dat is alles. Dus je pakt één keer iets tussen je passer. Die zet je in A.
Die zet je in B, je tekent de beide cirkels en je verbindt de punten. Het heeft ermee te maken dat een symmetrieas van een lijn, dat dat dus eigenlijk ook de symmetrieas is van dit figuur. En het lijkt een vierkant, maar dat is het net niet. Het is een ruit. En dit is dus eigenlijk ook de symmetrieas van de ruit. En dat is eigenlijk wat je gebruikt. Wat je eigenlijk nu gedaan hebt, is op deze manier is een ruitconstructie te maken. Je hebt eigenlijk een ruit getekend. Nou, leuk hè? Als je nu zegt, ik snap het nu, oké. Zeg je, nee, ik wil er toch nog eentje zien. Dan doen we er nog eentje. Even kijken, waar heb ik hem zitten? Ik zal even gewoon een duur maken, dat is netter. Zo. Je hebt bijvoorbeeld een bepaald lijnstuk. En daarvan zeggen ze, teken de middenloodlijn. Of ze kunnen zeggen, bepaal het midden hiervan. Dat kunnen ze ook zeggen. Hè? Dan pak je je passer. Je pakt iets ertussen. Je tekent de cirkel. Je doet het aan de andere kant precies hetzelfde. Ik doe eventjes mijn passer draaien, anders gaat het mis. Zo. Hoppatee. Aan de andere kant doe je precies hetzelfde. En wat heb je nu gedaan? Je hebt nu ook het midden van de lijn gevonden. Dus zo doen ze ook wel eens het midden van een lijn zoeken. Het midden van een lijn zoeken, uitvogelen, construeren. En nog eventjes de tekentjes erbij. En je bent klaar. Eigenlijk is het veel makkelijker en preciezer dan met de geo. Als je passen op orde is. En als je goed kunt werken met je passen. En als je weet wat je moet doen. Als je gaat klungelen met cirkels tekenen, ja, dan gaat het mis. Heb je wiebelpassen, gebruik dan alsjeblieft je geo. Ja, nou, veel plezier ermee. Tot het volgende filmpje.